Vandaag gevulde pizzahorentjes. Wat? Pizzahorentjes op de houtskoolbarbecue. De Masterbuilt Gravity 800. Daar gaan we. Ik ben Ralf de Kok, professioneel barbecuer. En elke week maak ik een fantastisch gerecht. Van super eenvoudig tot mega culinair. Ho, ho, ho! Het is bijna kerstmis, tenminste officieel. Of je moet het op een totaal ander moment kijken. Dat kan ook. Maar dit gerechtje, dat leek me zo leuk. Vooral iets eigenlijk tussen kerst en oud en nieuw. Echt zo'n dingetje dat 's avonds het is snel donker, weet je wel. Bij het vuur, buiten een beetje klooien met je vrienden. Echt zo'n snack, zo'n flinke snack die je erbij kan hebben samen met een goed wijntje of een lekker biertje. Op de houtskoolgril. Die heb ik inmiddels aangestoken. Mijn Masterbuilt heb ik net gedaan. Hij staat op 192. Ik heb hem geloof ik op 194 afgesteld. Hij moet uiteindelijk dadelijk 205, 210 graden worden. Maar ik heb al vaker uitgelegd bij de Masterbuilt. Houtskool, hè? Houtskool. Maar thermostaat gestuurd en die blaast af en toe. En met name dat blazen van die warme lucht. Dat is iets wat dit receptje met name heel erg helpt. Want wij gaan namelijk ons eigen pizzadeegje maken. Het is niet echt een pizzadeegje. Het is eigenlijk een... Het is net iets anders dan een pizzadeegje. Er is een heel stuk minder gist in, want we moeten eigenlijk niet, het moet niet zo rijzen als normaal. Veel korter eigenlijk. We willen juist niet dat die helemaal puffy wordt. Het moet echt een soort van horentje worden. Je gaat het straks zien wat ik bedoel. Ik heb hier een kopje met water. Iets meer dan de helft gevuld. En hier heb ik een Scotsbergpanneke. Kijk, panneke kan even mooi warm worden. En dan doe ik dit halve kopje water eventjes in mijn Scotsbergpanneke. Want ik wil zo meteen lauw warm water hebben. Ongeveer 5, 6, 27 graden daar, ergens in die range. Ja, het is een beetje een deegje op gevoel. We kunnen trouwens, ik kan dat wel eens doen, hè. Die Amerikanen doen dat ook. Die doen alles in cups meten, geloof ik, hè. In cups. Laten we dat eens doen. En dan laat ik even zien dat dat helemaal niet zo spannend is. Laten we dit dan de cup noemen. En als je een kleinere cup hebt, dan neem je een kleinere cup. En dan heb je dus ook een klein beetje minder water. En heb je een grotere dan groter. Die vullen we gewoon. En dan pakken we gewoon even twee van die cups. En ik denk als je dit vertaalt in grammen, dan zul je ongeveer 350 gram bloem nodig hebben. Ik gebruik gewoon de batenbloem. Doe ik meteen in de kom. Zo. 2 cups. Daarbij gaat gist. 4, 5 gram, 4. Weet je wat? We doen dat in theelepels. Dit is een theelepel, hè? Met me eens. Dit is nou toch een theelepel, toch? Dan suiker. En dan nemen we gewoon anderhalve theelepel. Kan er allemaal niet zo heel veel schelen, joh. Zoiets. Dan een beetje zout. En dat zout, dan kan dat gist natuurlijk niet tegen. Ik doe dit natuurlijk expres, omdat ik heel veel commentaar krijg altijd. Van, die eetlepels voor jou, die theelepels. Dat is eigenlijk de hele bedoeling, hè, als ik dingetjes kruid. De bedoeling is, ga zelf ook een beetje proeven, hè. En om te laten zien, van het maakt allemaal niet zo heel veel uit. Dat afgestreken eetlepeltjes en dat soort shit, maakt allemaal geen zak uit. Zelfs niet voor dit deegje. Dit is een beetje zout. Doe ik even aan de buitenkant. Zo. Hier hoef alleen nog maar dat lauwwarme water bij. Daarover gesproken. Kijk in mijn thermapen. Oeh, die is veel heter nu. Ja, die zit al aan de 60 graden. Dat is veel te heet. Want wat er dan gebeurt, dan is het gist meteen dood. Dus die moet ik eventjes meteen af laten koelen. 26,5. Zie je dat? 26,7, 26,8. We hebben natuurlijk maar een half cupje nodig. Dus wat doen we? Zo, half kopje over. 26,6 graden. Staat klaar. Dit gaat naar de mixer. Even een beetje roeren, hè? Alle ingrediënten even door elkaar. En dan gaat gewoon... dat water erbij. Nog niet alles. Nog een paar eetlepels over. We gaan gewoon even kijken wat hij doet. Als hij meer vocht nodig heeft, dan krijgt hij dat. En anders kan er af en toe eventueel nog een klein beetje bloem bij. Ik ga er ook wat olie bij doen. Ik gebruik een mooie olijfolie. Ongeveer 2 eetlepels. Anderhalf, 2.
Zo, ik voel eventjes puur of het vochtig genoeg is. Ik denk het wel. Misschien mag er een heel klein druppeltje bij. Eventjes een minuutje of twee op de lage stand. Daarna gaat hij naar de hoge stand, althans medium hoog zeg maar. Een minuutje of 7, 8 mag hij wel kneden. En als je nou niet zo'n machine hebt, het kan ook in een blender, gaat het ook hè. En anders is het met handjes. En dan is het 8 à 10 minuten met de hand gewoon kneden. Zo, even checken. Even kijken hoe die voelt. Ja, die voelt mooi. Eigenlijk precies goed. Blijft niks aan mijn handen kleven. Net niet, zeg maar. Dus hij voelt wel vochtig. Maar, zie je dat? Het is echt nauwelijks dat er iets aan blijft kleven. Dat is goed. Dit is mooi. Oké, mag hij een standje hoger? Mooi. Terwijl dat mooi aan het kneden is, panneke terug op de barbecue. En dan ga ik eventjes wat groentjes snijden. Worteltje. Daar heb ik een stukje van nodig. Ze gaan lekker een vulling maken. Ja, je kunt enorm variëren in die vulling trouwens. Dus voor mijn part doe je er macaroni en cheese in. Dat is trouwens een goed idee. Of misschien een beetje een spaghetti bolognese saus of zo. Kan ook, hè. Doe gewoon even lekker wat je wil. Ik snij mijn wortel in ieder geval in hele kleine stukjes. Dus eerst in reepjes, daarna in kleine blokjes. Stukje prei. Half shallotje. Ook mooi flinter. Eén teentje knoflook. Zo, ik moet ervan janken. Dit vind ik genoeg. Champignonnetjes. Hier nog wat tomaatjes. Kleine sherry trostomaatjes. Snij ik in dunne ringetjes. Fantastisch. Ik vermoed dat mijn pannetje mooi heet is. Dus daar gaat even een laagje olijfolie in. Dan mogen de groentjes erbij. Te beginnen met de worteltjes. Dan shallotje. Zo, laten we een paar tellen mooi eventjes aanbakken. En dan mag de prei erbij. En als laatste de klein gesneden knoflook. Zo, even roeren, aanbakken, even deksel dicht. Check eens even bij ons deeg. Even voelen. Ja, je ziet het ook, hij wordt echt mooi. Mooi fluweelachtig. Voelt fijn. Laat het nog een minuutje mixen. Sorry voor de herrie. Nu heb ik hier een beetje gehakt. Dit zal ongeveer 150 gram zijn. Rundergehak, uiteraard. Dan gaan we dat gehakt meteen eventjes kruiden. Op smaak maken met wat zwarte peper. Een goede pinch met fleur de sel. Of een ander zout. Een goede snuf curry. Ik gebruik hier de curry madras, maar doe wat je wil. Alle curry is lekker. En goed wat paprika poeder. Dit zal een eetlepeltje zijn. Zo, ik zet de ding uit, want het irriteert me. Dus het is gewoon een kwestie van eventjes door elkaar bakken. Mooi kort, het is rundergehakt, het gaat super snel. Die lekker op smaak is. Na ongeveer een minuutje kunnen de champignons erbij. Dekseltje weer dicht. Goeie dingen. Dat geven wij 2 minuutjes.
Niet langer. Pak deeg erbij. Fantastisch. Ziet er super mooi uit. Nou, laten we dat deegje eventjes rusten. Ongeveer 3 kwartiertjes is eigenlijk genoeg. Zoals gezegd, dit is geen pizzadeeg dat helemaal moet verdubbelen. Helemaal moet rijzen enorm. Dus niet de bedoeling. Maar dat wordt straks wel duidelijk. Ik doe hier gewoon een beetje olie bij. En hier een beetje olie omheen. Zodat hij dadelijk niet aan de kom blijft plakken. Zo, deze smeer ik helemaal in. Eventjes heel lichtjes met die olijfolie. En dan gaat die toedeledokie daarin. Slagersfolietje eroverheen. Zo, en die laten we eventjes rusten, zoals gezegd. 3 kwartiertjes, zat. Even terug naar ons prutteltje. Dat prutje mag eraf. Die kan mooi op temperatuur blijven, die barbecue. Dit ruikt lekker hoor, dit ruikt lekker. Je kunt kiezen om daar verschillende kruiden bij te doen. Een beetje tijm zou erbij mogen. Heb ik hier ook toevallig, mooie verse tijm. Takje, en die rissen we gewoon. Mag gedroogde kruiden zijn, een beetje oregano is lekker hè. Geeft altijd een beetje dat pizza smaakje, zeg maar. Als dat bestaat. Nu, terwijl die heet is, een paar soorten kaas. Ook hiermee kun je lekker variëren. Dit is mozzarella. Dit is de, zeg maar, de harde mozzarella. Een paar plakjes in. En je ziet dat die meteen gaat smelten. Dus het is belangrijk dat het panneke nog heet is. Hè? Anders zou je bijvoorbeeld een geraspte mozzarella kunnen nemen. Nou, en over geraspte kaas gesproken. Ik heb hier nog wat belegen geraspte kaas. Gaat er doorheen. Weet je, als je parmesan lekker vindt, flik je dat erin. Maak iets lekkers. Daar gaat het om. En dan ga ik dit eventjes in tweeën delen. En nu ga ik bij dit deel, ik ga nog eventjes wat tomaten. Zie je dat? Dit zijn gewoon gepelde tomaten uit blik. En die gepelde tomaten kun je heel makkelijk met een lepel gewoon, zie je dat? Squishen. Nou, mengen we door het gehak. En die staat ook klaar. Ik heb hier nog een gele paprika. Daar heb ik een deel van nodig slechts. Als jij daar ook met 8 man bent, dan heb je een hele paprika genoeg. Want ook die paprika, die snij ik eventjes in kleine blokjes. Nou, ik heb hier een rood uintje. En dan pak ik gewoon wat dunne ringetjes, snij ik gewoon een paar. Dit is allemaal gewoon sier. En garnering, allemaal voor dadelijk op die pizzatje. Hier nog een rood pepertje. Voor de liefhebbers. En dan heb ik hier nog wat pepperoni. Leg ik ook vast klaar. Het is even wachten op ons deegje. Dat geeft mij de gelegenheid om hier eventjes een beetje plaats te maken. En dan wachten we even tot ons deegje klaar is. Mooi. Wij zijn een goede 3 kwartier verder. Kijken we even bij ons deegje. Nauwelijks gerezen, maar goed, dat wist ik. Dat is de hele bedoeling. Hij is echt mooi silky, zie je dat? Prachtig hoor, heel mooi. De deegroller erbij. Dus mensen, deze hoeft niet rond te worden. Er ook geen luchtgaatjes in te blijven zitten. Hij moet alleen plat worden. Je zult begrijpen, hoe meer en hoe platter je maakt, hoe dunner dadelijk je koon wordt. En de koon kan ook te dun zijn. We willen niet dat hij gaat lekken. Uit deze hoeveelheid deeg haal je overigens 5 koons. Minstens. Minimaal. Horentjes dus. Nou heb ik daar een mooi accessoire voor. Heb je nou niet zo'n mooi accessoire? Moet je kopen. En anders moet je iets verzinnen. Hè? Ik denk met iets van een toiletrol of zo. Dan vouw je een beetje als een pijltje met een plakbandje. En dan aluminiumfolie aan de binnen- en de buitenkant. En dat gaat goed hoor, op de barbecue. Gaat helemaal goed. Deze moet een heel klein beetje ingeolied worden. En dan hebben we het echt over een druppeltje. Hey, en anders vraag je het voor kerst, hè? Kan nog net. Zo, gewoon even invetten. Niet te lang wrijven, want anders worden ze te groot.
Kijk, er zijn er alvast drie. En met het resterende deegje kunnen we er ook nog twee uitsteken. Opnieuw een bal van maken. Uitrollen en uitsteken. Zo een beetje met bloem bestrijken. Maar je houdt de randjes eventjes vrij. Want die randjes, die wil ik eventjes instrijken met een klein beetje eigeel. Het zou eventueel ook gewoon met een beetje water kunnen. Hè? Maakt eigenlijk niet zoveel uit, het plakt ook wel. En als je nog niet zo'n mooi stekertje hebt, dan pak je zo'n koffiefilterzakje houder. Of een koffiefilterzakje en dan snij je eromheen. Nou, en dan is het een kwestie van omvouwen. Over elkaar heen, even met de vinger. Het eerste naadje maken zo. En dan heb ik hier zo'n rolletje. En het rolletje zorgt voor een hele mooie zoom, zoals je ziet. Het is bijna een rits, zie je dat? En nu gaan ze voorzichtig over het houdertje. Voilà. En kaboutermutsje nummer 1 is klaar om op de barbecue te gaan. Nummer 2. Je mag het overtollige bloem er een beetje afkloppen. En dan gaan we naar onze barbecue. Nu is dit, zoals je weet, tenminste als je dit kanaal vaker hebt gezien, zo niet. Wees welkom en vind je het nou leuk? Abonneren, hè, al die dingen, duimpjes. Maar als je dit kanaal vaker hebt gezien, dan weet je dat deze barbecue, deze Masterbuilt Gravity, een indirect systeem is. Dus dit kan gewoon op deze manier op de barbecue. We zijn hem nou dus indirect aan het garen. Jij zult begrijpen, heb jij niet zo'n ding, maar heb jij een, ik veel, een keteltje of een Kamado? Indirect, dat is het idee. En ongeveer 205, 210 graden. Nu heb ik hem bewust op die 190 graden laten staan. Wat wil ik nu? Nu wil ik hem dus eventjes naar de 210 zetten. Oh, kom eens. Naar de 210 ongeveer. Daar staan we. 210. En nou gaat hij meteen blazen. Dus hij gaat meteen zijn ventilatortje aanzetten. Zodat die kolen gaan gloeien. Zodat die temperatuur eventjes met die 20 graden omhoog kan. En dat is precies wat we willen. Bewegende warme lucht. Want bewegende warme lucht in combinatie met deegwaren. Dat werkt fantastisch. Werkt echt heel erg mooi. Dus hij is al aan het blazen. Gaat heel erg goed. Dit moet ongeveer een minuutje of 6, 7. En dan gaat hij er weer af. Want dan is hij nog niet 100% klaar. Maar dan is hij in ieder geval stevig genoeg om hem te vullen. Kijk eens. Oeh. Oeh. Hit. Ha, 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 ha. Nog niet helemaal klaar natuurlijk. Nog niet helemaal gaar. Die kan eraf. Haha. Snel de volgende er weer op. Oh, een beetje olie. Oeh. Anders blijven ze plakken. Zo, kan ook snel op de barbecue. Nou, die krijgt een gebogen puntmutje, zie je dat? Zo, nu snel voor de volgende stap. Oink. Dus als jij ergens een oud matras hebt liggen, dan kun je dat ook maken, hè? Plakje kaas. Onderin een tomaatje. Zo, dan hebben we in ieder geval een stop in zitten. Geraspte kaas. Geraspte kaas. In deze doen we wat van de gele paprikaatjes. En dan het mengsel zonder de tomaat. Nou is het zaak dat je die hap goed aanstampt. Want tijdens die garing gaat dat naar beneden zakken. Dat gaat allemaal smelten en nog verder naar beneden zakken. Dus het mag best goed vol zitten. En eventueel doe je straks tijdens de garing, als je op de barbecue staat, nog een schepje van die vulling erbij op. Je hebt nog wat kaas op zo. Rood pepertje. Dan deze. En je ziet, deze is duidelijk wat vochtiger, maar er is heel veel vocht uitgelopen, hè, van die tomaten. Dan heb ik hier nog wat van de zachte mozzarella.
Die gaat erop. Tomaatjes en dan doe ik hier nog even wat pepperoni bij op. Lekker man, gewoon een beetje variëren wat je mooi vindt, wat je lekker vindt. Kan het verrekken. En dan gaan ook deze jongens naar de barbecue. En nou is gewoon eventjes de rest van het deegje afbakken. Alles kan even mooi warm worden en smelten. En dan zijn we al klaar, hè? A few moments later. Ik kan nou niet zeggen dat het er niet lekker uitziet, jongens. Hey. Kijk dan. Hier zijn ze dan. Mijn pizza-horentjes. Hartstikke leuk hapje. Hartig. Doe erin wat je lekker vindt. Voor mij een paar pleur de shawarma in. Hè. Heb je een deunerrol, hè? Maar dan anders. Dit is toch super, super feestelijk. Over feestelijk gesproken, hele fijne kerstdagen zometeen. Hele fijne kerstdagen. Zie ik jullie na de kerst weer. En gaan we leuke dingen doen voor oud en nieuw. Dus maken deze. Tot volgende week. Comfort food in een horentje. Maken deze. Vond jij dit nou een leuke video? Heb je hier wat aan gehad? Overweeg dan eventjes om te abonneren op mijn kanaal. Want ik werk elke week op allerlei soorten barbecues. Op een gasbarbecue, op houtskoolbarbecues, op echt vuur, op pelletgrills, op smokers. Noem maar op. Kost helemaal niks, hè. Dat doe jij door op deze knop te drukken. Zoals bijvoorbeeld de video van vorige week. Zet hem hier neer. Of die van een poosje terug. Deze. Ook hartstikke leuk. En altijd wel een lekker receptje. En voor meer informatie check even mijn website ralsbarbecue.nl. Ik zou zeggen, kom erbij. Join the club. Goeie dingen!